Het is vrijdag 5 april. Ik heb gisteren een videootje gemaakt van het inhangen van darrenraads. Van dit mini plusvolkje hier. Kan ik je aanwijzen? Ja, dit mini plusvolkje. Dat volkje dat zit vol met broed. En dat wil ik niet, want daar zit een teeltmoer in waar ik dit jaar nog van na wil telen. En teeltmoeren houden we altijd in een klein volkje, zodat ze veel minder eitjes legt. En door het minder eitjes leggen dus langer meegaat. Maar ook grotere eitjes legt die weer mooiere koninginnen opleveren. Dus dit volkje, ik zal het even laten zien. Dit volkje bestaat nu uit het onderste bakje waar de koningin in zit. Dan hebben we een moerrooster. Dan hebben we 1-2 bakjes met broed. En dan hebben we een leeg bakje. Dat is dit bakje. Een leeg bakje dat ik gisteren op heb gezet waar ze wat voer kunnen op gaan slaan. Omdat het komende dagen mooi weer wordt. Maar ik heb besloten om dit volkje op te gaan delen. Omdat hij nu 3 bakken vol met broed heeft. Dat zijn ongeveer 14 ramen broed. En 14 ramen broed, ja, dat past gewoon niet in dit torentje. Ook niet als ik er nog 1 of 2 randjes bovenop zet. Dus dat loopt niet goed af. Dus heb ik me bedacht, wat ga ik hier nou mee doen? En zo is het vaak bij imkeren. Je moet van een noot een deugd maken. En ik heb deze winter heb ik wat mini plus bodems aangepast. Dat zijn deze. Dat zijn bodempjes waar een tussenwandje in kan. Bakjes waar een tussenwandje in kan. Dat tussenwandje dat valt tot op de bodem onderin. Daar heb ik al eens een keer een filmpje van gemaakt. Dus dat valt daar heel mooi in. Dat sluit heel mooi af. En daar heb ik 2 vliegopeningen gemaakt. Eentje aan deze kant en 1 aan de andere kant. Steeds aan de buitenkant van de kast. Aan de buitenste rand, dus aan dit randje. Dat betekent dat ik hier een randje voer in kan hangen. 2 randjes broed of een leeg randje en een randje met broed. Zodat het broed altijd bij de vliegopening zit. Dat kunnen ze goed verdedigen. Maar ze wel een randje met voer hebben. En wat ik ga doen is, ik ga deze uittesten. Want deze heb ik nog niet geprobeerd. En ik ga hier dus uit dat mini plusje steeds 2 raten met broed hangen. Dat zijn in totaal 2, 4, 6, 8, 10, 12 raampjes broed. Die zou ik daar ook moeten hebben, over moeten hebben. Want het onderste randje blijft natuurlijk voor de bijen zelf, voor deze koningin. En dan wordt het bovenste bakje waar het voer in terecht komt, die komt dan als tweede bakje boven het moerrooster. Zodat ze gewoon wat ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Want nou, dat gaan we doen. En we gaan gelijk even kijken naar dat raampje wat ik gisteren heb afgesneden. Of ze daar al iets mee gedaan hebben en wat ze daarmee gedaan hebben. Het is altijd leuk als je het volk open hebt om dan te kijken van nou, ik doe iets in een kast. En welk effect had dat dan? Nou, als je het leuk vindt, blijf kijken. En anders tot een volgend filmpje. Het is altijd leuk van filmpjes maken dat je helemaal niet uitlegt wat je eigenlijk gaat doen. Ik haal hier dus het broed uit, zodat dit volk niet te groot wordt en het een klein volkje blijft met mijn teeltmoer. Dus ik hou straks hier 1 raam met broed over en een leeg raampje waar het volk in kan groeien. De ramen met te veel broed die ik in deze 2 bakjes heb zitten, die verdeel ik over 3 kastjes met elke keer 2 volkjes in gemaakt worden. En die gaan natuurlijk zelf een nieuwe koningin aantrekken. Dat had ik niet uitgelegd, maar dat bedenk ik me net. Ja, die gaan zelf een nieuwe koningin aantrekken en die zal dan over een dag of 14 en dan de 2 weken daarna de tijd hebben om op paringsvlucht te gaan. Dan moeten er voldoende darren zijn. Ik zie nu allemaal in mijn volken al heel veel jonge darren lopen. Dus die zijn over een week of 2 tot 3 tot 4 zijn er echt wel voldoende darren om haar te bevruchten. Dan is het alleen de vraag, is het mooi weer genoeg voor een bruidsvlucht? Maar in die 14 dagen zal er toch wel 1 of 2 dagen mooi weer zijn dat ze kan vliegen. Dus nu snap je de bedoeling van deze actie en we gaan maar eens aan de slag. Dus mijn bovenste bakje was mijn lege bakje. Daar zit al aardig wat bijen in. Dat zal ik even laten zien. Deze heb ik dus gisteren opgezet. En je ziet dat die al goed gevuld met bijen is. Dus dan kun je ook zien dat er behoorlijk druk van onderen was om ruimte te krijgen. De druk van onderen betekent dat je bijen graag verder naar boven willen. Dus dit is mijn eerste broedbakje. Die zal ik even laten zien. Stampend vol met bijen. En hier ga ik dan zogenaamde splits van maken, afleggers van maken, broedafleggers van maken. Om nieuwe
delen. Het eerste raampje is een voerraampje. Die hou ik beschikbaar voor deze bijen. Dus die hang ik dadelijk terug, maar de bijen schud ik wel even af. Even kijken, kan ik dat dan gelijk doen? Ja. Deze bijen kan ik dan mooi gebruiken hier. Hier hebben we een broedraam met jongste broed. Die hang ik in dit volk. Je krijgt er nog een raampje met bijen bij. Zo. Nee. Dus ook jongste broed, die hang ik pas in het volgende bakje. Ik zal jullie daar laten zien wat ik doe, want ik die omhoog krijg. Maar elk bakje krijgt nu een bakje met jongbroed, waar ik zeker eitjes en larfjes heb. Zo. En de ramen met voer, die sla ik af. Dat worden nog extra bijtjes in deze kasten. Ja. Zo. Randje met voer. Dat hebben we gisteren gezien. Buitenste rand is voer. En we hebben een prachtig raam met uit met gesloten broed. Aan twee kanten. Dat pakken we het buitenste raam. Ja, dat is voer. Die bij je slaat weer even af. Hier naartoe. Prachtig raam met gesloten broed. Ook weer zo eentje. Zo zijn ze dus allemaal. Deze koningin legt geweldige ramen met broed. Dit is het raam wat ik gisteren erin heb gehangen, waar ze daar een broed kunnen gaan maken. Dan zie je dat ze begonnen zijn met bouwen. Ze hebben er een mooie scherpe kant aan gemaakt. Zo. Dan zie je hier dat het randje wat ik afgesneden heb, dat ze dat al gerepareerd hebben. En dat ze een scherpe kant aan hebben gemaakt. En dat is het teken dat ze aan het bouwen zijn. Je kunt aan die raad, aan het eind van het raad zien, dat ze daar beginnen te bouwen. Dan ga ik deze weer volhangen met raadjes, en lege raadjes, dat ik gewoon niet goed kan leggen. Dus hier hangen nu nog twee raampjes met broed in, waar ook de koningin op zit. Dan krijgen we van mij lege ramen bij. Die ramen die hebben ze al goed kunnen voorbereiden, dus de koningin kan daar direct op gaan leggen. Zo.
die had ik even omhoog hangen. Dus. Ja. Oké, ik kan dit kastje dicht. Deze bovenop. Zo. Slagpartijen. Ik heb een flinke ingreep voor dit volk. Een raam met voer erin. Hoewel dit volk weinig voer nodig heeft, want die hebben allemaal haalbijen. Een lelijk raam. Zo. Vekseltje er weer op. Deze klaar. Dus hier heb ik nu bereikt wat ik wou. Het is nu een klein volk geworden, wel met alle vliegbijen. En ook hier heb ik bereikt wat ik wou. Ik heb hier 3 bakken met bijen. Met ruim bijen, met uitlopend broed en met jong broed. Om een nieuw koninginnetje aan. En de derde. Ik laat het jullie even zien hoe het eruit ziet. Dus we hebben nu aan de buitenkant, hier zit het vlieggat, hebben we een raam met uitlopend broed. In het midden een raam met jong broed. En aan de buitenkant een voerraam. En hier gespiegeld hetzelfde. Een voerraam, ver weg van de vliegopening. Een voerraam, ver weg van de vliegopening. Een uitlopend raam met broed. En een raam met open broed, waar de koningin op getrokken wordt. En een raam met uitlopend broed. En door 2 volkjes bij elkaar te doen, hebben ze ook nog voordeel van elkaars warmte. Er zitten hier 2 volken naast elkaar en in het midden maar een dun plaatje. Die warmte, die verdelen ze dan eigenlijk ook nog met elkaar. Voor de warmtehuishouding is dat ook nog optimaal. Nou, spanbandje eromheen. Deze neem ik mee naar een andere stand, zodat ook de vliegbijen die hierin zitten in dit kastje blijven. En dan gaan we eens kijken of het gaat lukken. Leuk dat jullie erbij waren. En ik ga jullie zeker natuurlijk een update geven over hoe dat gaat met deze volkjes.